Welkom bij Hydrauliek 24. Mijn naam is Pascal. We krijgen veel vragen over verdeelmotoren en in deze video leg ik uit hoe je ze gebruikt. Om een oliestroom te verdelen in kleinere stroompjes kan een volume splitsventiel of een verdeelmotor gebruikt worden. Waar een splitsventiel beperkt wordt tot een gelijke verdeling in twee delen, zijn er verdeelmotoren beschikbaar in 2, 3 of 4 secties. Op maat kunnen er eventueel nog meer secties gekoppeld worden. En eventueel is het zelfs mogelijk om een verdeelmotor samen te stellen voor een ongelijke verdeling, bijvoorbeeld 40 om 60%. En daarbij is een verdeelmotor nauwkeuriger dan een splitsventiel. Anders dan de naam wellicht doet vermoeden, behoeft een verdeelmotor geen externe aandrijving. Deze wordt namelijk aangedreven door de oliestroom die er doorheen stroomt. Intern ziet de verdeelmotor eruit als een tandwielmotor of een tandwielpomp, waarbij de assen van de verschillende secties met elkaar verbonden zijn. Daardoor draaien alle secties altijd allemaal even snel, waardoor de oliestroom gelijk verdeeld wordt. De verdeelmotor werkt in beide richtingen. Niet alleen wordt de olie gelijk verdeeld, maar ook als de olie in tegengestelde richting stroomt, worden de deelstroompjes in gelijke verhouding samengevoegd. Het belangrijkste bij het kiezen van een verdeelmotor is het in acht nemen van het juiste bereik. Per verdeelmotor geeft de fabrikant het geschikte flowbereik op, bijvoorbeeld 2 tot 9 liter per minuut per sectie. Dit is gebaseerd op het toerentalbereik waarbinnen de motoren optimaal functioneren. Zowel bij de heengaande als de teruggaande oliestroom is het belangrijk om binnen dit bereik te blijven, zodat de verdeelmotor nauwkeurig blijft werken. Verdeelmotoren, maar ook volumesplitsventielen, zijn bedoeld om de oliestroom gelijk te verdelen, ongeacht het drukverschil. Toch wordt aangeraden dit drukverschil kleiner dan 100 bar te houden. Nou, in ons assortiment vind je verdeelmotoren met en zonder kleppen. Nou, die kleppen zijn eigenlijk drukveiligheidsventielen per sectie en die zorgen ervoor dat eventuele afwijkingen gecorrigeerd kunnen worden. Wanneer één cilinder bijvoorbeeld iets eerder op zijn eindslag is, loopt de druk op, opent de klep en dan kunnen de andere cilinders de achterstand weer inlopen. Nou, bij een verdeelmotor zonder kleppen werkt dit ook wel, maar de kleppen maken dit wel wat effectiever. Het nadeel van deze kleppen is wel dat een verkeerde afstelling juist afwijking in de hand werkt. Dus ja, let even op dat je ze echt heel goed afstelt. Ook verdeelmotoren bieden we aan voor verschillende budgetten, maar daarbij is wel een duidelijk kwaliteitsverschil merkbaar. De fabrikanten van de duurdere verdeelmotoren zijn erin geslaagd een hogere nauwkeurigheid te behalen in combinatie met een breder flowbereik. Wanneer een nauwkeurige gelijkloop vereist is, raad ik dus aan hier niet op te bezuinigen. Nou, bedankt voor het kijken. Hopelijk heb ik je kunnen helpen de werking van verdeelmotoren beter te begrijpen. Laat hieronder je reacties achter. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik je graag terug in onze volgende video. Hydrauliek 24 maakt het makkelijk.